Yo, Vaco Gamers, Lars hier. Welkom terug bij meer Minecraft Survival hier in mijn eigen fijne wereldje. Hou je mond, koe, ik ben een intro aan het doen. We zijn vandaag een beetje opgesloten hier in ons eigen huisje, want als je goed naar buiten kijkt, dan zie je... Hou je mond, koe! Or else I'm gonna kill you! Dat het al bijna een beetje donker is. De sterretjes komen al, dus we moeten gewoon lekker binnen zitten. Het is veel te... Ik ga eerst die koe vermoorden. Koe, waar ben je? I'm gonna kill you. Ja, dat is de derde keer dat je door mijn intro heen kletst. Kreng. We moeten dus lekker binnen blijven zitten, want het is hartstikke gevaarlijk buiten. Er lopen allemaal zombies en andere ongein. En daar heb ik geen zin in. Dus we moeten hier binnen blijven. En nou dacht ik eventjes als doel te hebben om voor deze serie om iron te vinden. Dat lijkt me wel handig. Dan kan ik in ieder geval weer wat meer tools maken. En als ik meer tools kan maken, dan kan ik meer survivalen. En dan kan ik langer overleven. En dat is eigenlijk alleen maar goed. Dus we gaan lekker ijzer zoeken. En als je ijzer wil zoeken, dan sla je altijd eerst de muren van je eigen kamer kapot. Dat is het eerste wat je moet doen als je ijzer gaat zoeken. Dat heb ik geleerd. Dan weet ik alleen niet hoe diep ijzer zit. Zit ijzer gewoon aan de oppervlakte? Ja, toch? Ik had dat soort dingetjes van survival, dat weet ik allemaal niet. Dat is ook eigenlijk wel een beetje het leuke aan deze serie. Ik weet echt totaal niks van survivalen. Ik doe maar wat, jongens. Het is eigenlijk zo'n beetje zoals ik vaak ook games run. Ik doe maar wat. En als je wat doet, dan komt er vanzelf iets goeds uit. Dus ik hoop dat ik zometeen lekker ijzer... Dat is moeilijk, dat woord. IJzer. I-J-Z-E-R. IJzer. Oh, heb ik ook al geen tools meer. Je wordt hier toch gewoon een partijtje gereinig van. Geef mij tools. Zo, stokjes. Nog meer stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En als er straks nog stokjes over zijn, dan neem ik jullie allemaal mee naar de Chinees. En dan gaan we lekker Chinees eten. Maar er zijn geen stokjes over, want ik heb allemaal pickaxen. Haha, hoef ik jullie lekker niet te betalen. Je gaat mezelf naar de Chinees. En als je dan toch naar de Chinees gaat, neem voor mij even 25 bakken bami mee. Met satésaus graag, als het even kan. Wel lekkere satésaus. Niet van die satésaus die gewoon echt van je mond afdruipt, omdat die smeuig en bleh is. Dus wel lekkere satésaus, dat is belangrijk. Ik ga weer even een stokje neerzetten. Zo. Dus gaan jullie zo meteen weer huilen. We kunnen het niet zien. En daar hebben jullie op zich wel gelijk in. Dus ik moet zorgen dat ik het licht genoeg hou. Dat had ik in de vorige serie van op Dus David Games heb ik dat geleerd. Dat ik meer licht neer moest zetten. Want voor mij is het wel licht, maar of het dan voor jullie ook licht is, is nog maar de vraag. Dus het moet wel licht zijn. En als het licht is, dan komen er ook geen zombies. Dus dat is ook positief. Als ik ergens een hekel aan heb, dan zijn het wel zombies. En dan vliegende bomen, maar omdat ik nu in mijn eentje ben, heb ik daar geen last van. Ik hak bomen tenminste wel in zijn geheel weg. Dat is ook zoiets. Ik snap niet waarom mensen bomen laten vliegen. Hak gewoon dat hele ding weg. Staat toch veel mooier. Het oog wil ook wat. Wat is er nou mooi aan vliegende bomen? Bomen in het... Bomen in het echt vliegen toch ook niet? Heb je ooit wel eens een vliegende boom gezien? Ik niet hoor. Misschien is er iemand die boom heet en in een vliegtuig gaat zitten. Dat dan een vliegende boom is. Maar voor de rest niet. Ik hoor spinnen. Zitten die buiten of zo? Spinnetjes. Hallo. Ik zie ze niet. Dat is wel mooi ook. Als ik ze wel zag, dan had ik een probleem. Voor mij zit ik echt heel vlak onder het oppervlakte hier. Kunnen ze elk moment hier naar binnen komen wandelen. Dat zou je... Ja, kijk, daar is het landbouw. Ah! Ik zit helemaal niet in de grot. Gadverdamme, ik zit net onder de grond, zit ik. Ik ben een mol, dat ben ik. CJ is gewoon een mol die onder de grond blijft. Dat wisten we natuurlijk al. CJ is echt zo'n gangster die onder de grond loopt. Enge beesten. 1, 2, 3. Zo. Dicht. Ik wil geen spinnen in mijn huis. Gadverdamme. Een partij spinnen. Dan moet ik de stofzuiger weer aanzetten. Ik wil ijzer. Nu. Geef mij ijzer. Wereld, geef mij ijzer. Hak hier gewoon een trappetje naar beneden. Dan kom ik vanzelf ijzer tegen. Hoop ik. Als het niet zo is, sta ik zo meteen voor lul. Oh, dat willen we niet. We willen niet dat ik voor lul sta, hè? Dat willen jullie natuurlijk niet. Jullie willen natuurlijk alleen maar dat ik goede dingen doe. En voor lul staan, dat hoort daar niet bij. Het zou voor jullie misschien wel lollig zijn. Maar dat willen we niet. We willen alleen maar plezier. Komt u maar, ijzer. Dan ga ik naar de ijzerboer, hoor. Dan ga ik het daar wel halen. Gimme ijzer, nu! Jetzt, wie die Deutsche man sagt. Of zo.
Geef mij eens even 1, 2, 3, 4, 16 candles. Of torches, zo heet die krengen. Hup, zo. Hoe diep zit ijzer? Ijzer zit... Ja, kijk, daar is ijzer. Ja, hoehoe! IJzer! Hopen dat we ook 32 ijzer krijgen. Net zoals dat we de vorige keer 32 kool kregen. Dat zal wel weer niet, maar je kan altijd hopen, toch? Ik hoef het niet allemaal weg te hakken eromheen, want dat flikkert toch niet de lava in. Er is hier geen lava. Het is alleen bij diamond dat je dat moet doen. Dat je alles eromheen weg moet hakken. Oké. IJzer. Mooi. Dan kunnen we ijzer gaan smelten. Patap, 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 papa. Binnenkort even een trappetje aanleggen daar. Hou je mond, spin. Je mag niet naar binnen. Hoe gingen we dat ook weer doen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oven. Waar zetten we de oven neer? Wat is een mooi plekje voor de oven? Daar, dat is wel een mooi plekje. Dan gooien we de ijzer in en dan gaat er ook kool bij. Huppatee. IJzer, ijzer, ijzer. Misschien is een intelligent gesprek met de spin voeren. Sap, sap, sa. Sa, sa. Sa, 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 sa. Oh, de spin zegt dat... Wat? Ik versta hem niet. Hij heeft een heel raar accent, die spin. Spin, wat zei je? Oh, de hamburgers zijn in de aanbieding bij Albert Heijn, zegt Spin. Dat is fijn om te weten. Hamburgers met korting. Hamburgers met korting. Oh nee, dat is tegenwoordig andere liedjes hebben ze. Welke liedjes hebben ze nog meer? Even denken hoor. Oh ja, nectarines. Een nectarine. Voor de halve prijs? Waren die nectarines ook voor de halve prijs? Ik weet het niet eens. Bloem, hartstikke idee. Kan mij het schelen trouwens of de nectarines bij de Albert Heijn nou in de aanbieding zijn. Kan mij dat nou schelen? Een nectarine. Oh, dat werkt natuurlijk niet, Lash. Dom, dom, dom. Dat werkt niet. Zo. Hup, hup. En dan 1, 2, 3. En hup. Dat werkt wel. Een nectarine. Voor de halve prijs, ik neem er 10. Dat lijkt me wel zo wijs. Ze zou eigenlijk nectarines in Minecraft moeten stoppen. En dat er dan iemand een Harry Piekema skin maakt. Dat is best wel bazig. Dat je dan rond gaat lopen in Minecraft als supermarktmanager. Dat zou wel heel stoer zijn. Dan kan je gewoon overal bij die dorpjes binnenkomen en zeggen van... Hé hey jongens, ik heb nectarine voor de halve prijs. Wil jij er ook 10, jongen? En dat ze dan zeggen... Nee, ik wil alleen maar emerald. Dat die pieken maar dan moet zeggen... Ja, maar ik heb geen emerald. Want ze verkopen geen emerald bij de Albert Heijn. Dat weet ik. Ik heb gecontroleerd. Ik heb echt gecontroleerd of ze daar emerald verkochten. Maar dat deden ze niet. En die mensen kijken me best wel een beetje raar aan. Ze verkochten er wel limoenen. Die leken er wel een beetje op. Die waren ook groen. En citroenen, maar die leken niet op emerald. Die leken gewoon op citroen. Ik wil nog een beetje meer ijzer hebben deze aflevering. Kom op. Geef me wat meer ijzer. Dan heb ik in ieder geval een beetje een voorraad. Een voorraad is goed. Dan ga ik zo dan even iets van een kist maken om al die zooi in te dumpen. Want je zooi dumpen is goed. Doe ik ook altijd op mijn slaapkamer. Gewoon op de grond mikken die zooi. Ben er tenminste vanaf. Zooi opruimen is nooit mijn sterkste punt geweest. Ze hebben dat ijzer goed verstopt vandaag. IJzer! Geef mij ijzer nu. Ik hoor die spin trouwens ook niet meer. Dat is mooi, want die spin die gaf alleen maar hele domme vragen. Ga eens even een liedje zingen over minen. Ik mine hier in deze gang. Het duurt nu best wel heel erg lang voordat ik ijzer vind. Ik wil zo graag ijzer vinden. Dan kan ik daar schaatsen van maken en die onder mijn voeten binden. En dan glij ik over het ijs. Dat lijkt mij o zo wijs. Wat een klote liedje weer. Ik moet eens even wat betere liedjes gaan bedenken. Maar daar moet ik eerst ijzer voor hebben. Als ik ijzer vind, nieuw liedje. Even kijken hoor. Waar is ijzer? Een hele lange gang ondertussen. Ik denk dat de Amerikaanse regering jaloers zal zijn op deze gang. Die willen natuurlijk ook allemaal van die ondergrondse bunkers hebben. En dan kom ik even in Minecraft langs en ik doe het gewoon even. Lijkt wel een ontsnappingsgang. Zometeen komen we buitenuit aan het grond te zien. Dan sta ik zometeen weer oog in oog met die spin. Dan moet ik weer liedjes over nectarines gaan zingen. Daar wordt niemand blij van. Echt niet. Hak, hak, hak. Wat een kakwerk is dit, zeg. Maar goed, maak het uit. We blijven lachen. Allemaal blijven lachen, omdat we het allemaal zo leuk vinden, dit. Dat
snel naar boven ga. Waar zit ik dan? Zit ik dan onder? Kom ik dan? Hey, het is weer dag. Hallo jongens. Het is weer dag. Zoals je normaal alleen in films ziet. Hup. Tadaa. Het is weer dag. Dat betekent dat ik weer naar buiten kan komen. Joepie. En dat betekent dat ik ook dat ik deze aflevering ga afsluiten. En eerst even dat varkentje daar in de verte gaan vermoorden. En dan aan jullie gevragen. Willen jullie alsjeblieft een groen duimpje achterlaten als je het een leuke aflevering vond? En als je zin hebt in meer Minecraft Survival. Uiteraard gaat mijn tool kapot op het moment dat ik een vark aan het afslachten ben. En dan zie ik jullie de volgende keer hopelijk weer terug bij meer Minecraft Schappies! Survival. Mazzel. Kom hier. Kreng. Mazzel.